Ja, het is inderdaad echt een unit geworden. Qua achterkant ook die blokken erop. Je hebt echt laag op laag op laag. Oh my days! Ze bouwen een mega Swings. Oh mijn god, dat is sowieso de nieuwe winkel. Het is helemaal ijs. Er is een lantern. Dat is sowieso het nieuwe winkeltje van Kingdom Couch. Wauw, wat lijp gedaan. Dan gaat legit een beveiliging voor hun basis. Elke keer als ik in de buurt kom, gaat er een alarm af. Hij verkoopt nametags. Oh, ja! Ja! Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag sta ik bij Content Veen op het winkeleiland. Althans, het is niet eens een eiland, het is een grote klif. We staan hier op mijn winkels omdat ik goed nieuws heb. Iemand heeft heel veel dirt en cobblestone in mijn kist gedaan. Maar ik heb cobblestone nodig, dus we hebben weer 20 cobblestone. Nee, het goede nieuws waarvoor ik hier was is al mijn totem of undying zijn verkocht. Oftewel, we hebben 45 diamonds. Die stoppen we hierbij, hebben we gewoon 63. Dat is zo nice, jongens. Laten we even skippy die spoepie over de dingen doen. Skippy die poepie, degene waar ik over heb. En dan gelijk even kijken of we wat leuks kunnen kopen bij de forenwinkel. Flame, Silk Touch en Infinity. Nou, dat is dus eigenlijk helemaal niet heel interessant. Dan gaan we maar weer terug naar mijn basis. Heb ik meel? Het is... Wie stopt er allemaal dirt overal in mijn kisten? En waarom? Een hele goede avond, kwast. Waar zijn Stip en Vlek? Hallo? Stip, Vlek. Goedenavond, Berend. Volgens mij zijn mijn koeien verdwenen, jongens. Oh, nee. Ik hoor een koe moe, maar wat is dit? Beste makkers, dit is niet om je om te kopen. Kusjes, grinder mouw, grinder mark. Oh jee. Oh my days, er is nog meer steen. Jongens, wat moet ik met al dat steen? Althans, ik kan het wel zeker gebruiken. Laten we het gelijk even opbergen. Oh mijn god, jongens, wat veel. Wat veel. Ze maken me de keuze wel heel makkelijk, hè, jongens, over welk team ik moet joinen. En in mijn vorige video heb ik echt 13 à 1400 reacties gehad. En echt 90% zei join team Anoa en team Jungle. Of Kingdom Anoa en Kingdom Jungle. Hé, hey, daar is een van mijn koeien. En die andere hoor ik hier ergens. Oh my days, wat doe je hier? Hoe ben je in dit... Nou, weet je wat? Hij kan in ieder geval geen kant op. Dit is gewoon... Dit... Ja, jij bent Stip. Ja, Stip. En die andere daar is Vlek. Hey, ik heb in mijn vorige video een mansion helemaal geplunderd, helemaal gereed. En daar had ik natuurlijk die totem of undyings die inmiddels verkocht zijn gekregen. Heel veel boekenkasten voor een kamertje. Maar jullie hebben gezegd dat je blijkbaar in de wol nog meer kan vinden. Dus in al die wollen beestjes die je er allemaal vindt, dan kan je dus blijkbaar nog meer dingen vinden. Dus ik heb 3 scharen bij me. En dan ga ik even die kant op om hem nog een keer te plunderen. Kijk. Daar zijn we weer. We komen aan bij de mansion. Kijken of we even met onze schaartjes alles kapot kunnen slaan en hakken. En weet ik wat. Wie weet vinden we nog extra kisten. Nou, onze eerste target. Deze grote villager. Villager. Gaan wij hier daadwerkelijk kisten in vinden? Of was het één grote leugen van de kijkers? Van de reacties. Ik vind een lapis lazuli blok. Vind ik erin. That's it. Letterlijk. Gewoon een lapis lazuli blok zover. Nou, voor de rest zit er niet zoveel in. Ik heb alles weggehaald. Maar ja. Ik dacht dat er dan een kist in zou zitten. Maar het kan dus ook heel goed dat er gewoon één enkel blok in zit. En dat is de loot. Kijk, weer een lapis lazuli blok. Ik denk, ik ga hem ook niet deze keer helemaal weghakken. Ik hou het er gewoon bij. Nou, er is voor de rest... Is er gewoon... Oh, niet zoveel. Hallo, waar gaat dit heen? Huh? Oh my days. Dit, oké, okay, wat lijkt. Dit ken ik oprecht niet. En het gaat... Oh, er zat gewoon nog een verborgen... Een lied, ja. Oh, dat is precies wat ik nodig had. Ja, dit vind ik top. Oké, wat wil ik niet? Ik hoef een paar blokken, ga ik even wegdoen. Nice, nice. We hebben gewoon eindelijk een lied. Dan kunnen we die beesten een keertje aan het tuigje doen en meenemen. Waar gaat dit heen? Oh, maar deze, ik had gewoon net goed dit kunnen hakken. Er zijn dus wel echt nog veel onbekende kamers voor mij, jongens. Kijk, hier is die kat. Dan kan ik ook even kijken of ik dat in kan vinden. Ik denk ook in het hoofdje. Net zoals bij de villager. Alright, in de kat zit dus helemaal niks. Nee, geen loot, helaas. Pindakaas. Oeh, in het kippetje. Ja, hier moet wel wat in zitten. In het kippetje, come on. Geef me op zijn minst iets in de kip. Stel me niet teleur, kippetje. Ik denk dat het een teleurstelling gaat zijn, jongens, het kippetje. Nou, dan eindig ik hier mijn mansion-avontuur ook gelijk. Ik denk niet dat er nog veel meer loot is dan dit, dan dat ik nu gevonden heb. Een beetje wol. Ik vind die lead op zich wel nice. Die lead was het wel waard. Dit kan allemaal bij de mansion-kist, I guess. Nee, dit doe ik gewoon in een andere kist. Ik wil even verder bouwen aan mijn kasteeltje, maar mijn hout is op. En ook in de winkel. Het is gewoon helemaal weg. Gone. Dus laat ik even naar een gebiedje gaan waar ik eigenlijk nooit kom. En daar lekker wat hout hakken. Alright, ik heb ongeveer iets meer dan 3 stack. Ik denk, ik ga mijn winkeltje nu niet bijvullen. Dat komt wel een andere keer. Laat ik eerst gewoon lekker even het dakje er een beetje afmaken. En mijn doel is om deze episode of volgende episode deze hele verdieping af te hebben. En dan te kunnen beginnen eindelijk met het interieur en te kunnen wonen. Waardoor mijn kasteel basically af zou zijn. En ik denk dat het wel mogelijk is. Het ziet er misschien veel groter uit dan dat je denkt van ja, hoe wil je dit ooit af hebben? Maar ik kan denk ik wel
wel deze episode of volgende episode af hebben. Jongens, ik heb het plafond erop gemaakt hier. En ik heb daar ook een klein plafonnetje gemaakt met een ingangetje erbij. Dan klopt het een beetje voor je gevoel. Laat ik even weer vanaf afstand op die toren kijken. Alright, jongens. Kijk, dit is het op het moment. Er komt daar in het midden komt nog een toren die echt gewoon nog groter wordt dan die daar. Nou, niet breder, maar hoger. Die wordt nog hoger dan daar. Dan daarachter wil ik misschien nog een blok bouwen die er bovenuit steekt. Maar daarop ook nog een soort punttorendak of zo. Geen idee. Er komt in ieder geval nog best wel veel op en aan. Maar nu, je hoort het misschien al een beetje aan mijn stem. Althans, ik wel. Oud en nieuw heeft een beetje mijn stem waardoor ik nu gewoon echt moe ben. En lekker naar bed ga. Ook al is het pas 22:30 s'avonds. Dus slaap lekker, jongens. En ik spreek jullie morgen bij een nieuwe dag. Wat voor jullie letterlijk over 3, 2, 1... nu is. En wij keren terug met een nieuwe dag en een nieuwe achtergrond. Ik ben van mijn moeders huis naar mijn vaders huis gegaan. Boeit jullie allemaal niet. Andere achtergrond, andere belichting. Top. Ik ben weer helemaal lekker fit. Misschien merkte je het in de vorige, letterlijk 20 seconden geleden. Ik was moe, oud en nieuw was net geweest. Je zag het ook aan Berend, die zag het eventjes niet meer zitten. Maar we zijn er gewoon weer met een vrolijk nieuwe dag, nieuwe kansen, weet ik veel wat allemaal. Justin is online en die vroeg aan mij, heb jij efficiëntie 5? Dus ik zeg van nature, Berend heeft efficiëntie 5. En ik heb boekjes en ik kan, we hebben het Justin, kom maar deze kant op. Justin, kom maar deze kant op. Gaan we hem even efficiëntie 5 verkopen, want ik heb natuurlijk genoeg boekies. En ik heb nog 12 emeralds over. Dus dat betekent natuurlijk gelijk. Hiya! Efficiëntie 5. Dankjewel, Berend. En jongens, de oorlog komt eraan. Er is al van alles gedaan. En ik weet niet of ik wel goed genoeg voorbereid ben. Ik heb meer netherite nodig. Ik heb het hier klaarstaan. Dus ik denk dat ik ook even moet gaan levelen. Dit moet gaan enchanten. Want anders gaat het niet goed komen hoor. Anders gaat het echt niet goed komen met mij. Dan ga ik veel te weinig levels hebben. En veel te snel dood waarschijnlijk. Want morgen is, als het goed is, al de oorlog. Morgen gaan we het al uitvechten. En dan horen jullie ook welk team ik ga kiezen. Ja, dat hou ik nog even spannend, jongens. Bij 3000 likes kies ik voor team Anoa. Ik ga ze opwachten bij de poort. Ik ga Justin opwachten bij de poort. En zo keert Justin... Oh, dat is Robin. Huh? Ja, maar Justin niet. Identificatie graag! Oh, dat was hard in mijn oren! Wat? Bah! Jesus Christ, ben jij... jij komt hier namens Justin of zo? Ja, zeker. Ik kom... Ik kom voor die... voor die afspraak die we hadden. Ja, oké. Kom mee. Ja. Gezellig. Kom naar de vergaderruimte. Oké, welkom in de vergaderruimte. Ik wil graag in plaats van dat jullie... Hey. Ik wil graag in plaats van dat jullie betalen, wil ik... ik doe mijn broek vast uit. Wat? Ik ook. Ik wil graag een XP farm voor jullie gebruiken. We hebben geen XP farm. Wie heeft een XP farm? Er zijn geen XP farms. Er zijn wel XP farms. Er zijn homs en mob farms. Gast, regel voor mij dat ik een XP farm kan gebruiken en dan krijgen jullie even C5. Ja. Oké, dan zie ik je zo. Terwijl Robin voor mij gaat proberen een XP farm te regelen, ik wil even snel verder bouwen. Want ik wil gewoon heel graag even verder bouwen. Daar heb ik zin in. Met al het nieuwe steen dat ik natuurlijk heb. Ik heb gewoon genoeg. Ik heb echt steen voor deze. Stip! Ga daar nou eens weg. Of ben je... Dat is vlek is dat, hè? Ga eens naar beneden, joh, vlek. Nee, wat doen jullie nu al terug? Dit konden jullie niet zo snel regelen. Ben er weer. Hallo. Hey. Dit konden jullie niet zo snel regelen. Jawel. Heb ik een XP farm? Ja. Van wie? Ja, ik heb het geregeld. Huh? Hoe dan? Ik wil letterlijk... Wat? Van wie? Van Anne. Van Anne. Echt? Ja. Nu. Nu. Toch? Nu. Hey, maar eerst. Ja? Eerst. Doe ik mijn broek uit en dan... Vreemde man is er Robin ook. Ik pak het boekje. Yes, nou dank jullie wel. Fijn zaken doen. Robin! Hallo! Wanneer wil je die farm gebruiken? Wanneer mogelijk gewoon. Auw! Hoe komt een endermite hier? Auw! Wat is dit? Ja, nee, wacht eens heel even. Hij is dood. Wat deed een endermite hier? Wanneer je wilt. Ja. Het is één keer, hè? Ja, één keer wanneer ik wil. Eén keer wanneer het mij uitkomt. Oké! Ja? Ja. Oké. Okay. Nee. 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 En een Enderman! Hij gaat me doodmaken! Ah! Robin! Ja! Ja! Nee! Nee! Robin, pak hem! Ja, is goed. Pak hem! Ja, wacht even. Oh mijn god. Bedankt voor het gasblokje.
Ik haat je. Hij gaat Kwast stelen. Ik haat je, Robin. Robin, ik haat je. En daar gaat Kwast. Kwast is een gewild paard. Iedereen blijft hem maar stelen. Oké, ik heb hier een soort overkappingje gemaakt. Ik vond het wel een heel leuk plekje. En dan die toren daar wat groter gemaakt. Het enige twijfelijk is dat hij dun is. En misschien dus een beetje te hoog. Maar ik vond vooral die overkapping hier vond ik heel leuk. Als je het zo ziet, het past perfect. En ik kan het nu ook leuk aan de andere kant gaan doen hier. En dat is hier. Hier kan ik ook een perfecte overkapping maken. Of ik moet het juist aan één kant houden. Maar ja, dat kan dus nog altijd veranderen. Nu is het tijd om het blok hierachter te maken. Deze hele grote toren. En ik heb echt zin in het interieur. Volgens mij heb ik dat eerder deze video ook al gezegd. Maar ik heb echt zin om dit interieur te gaan maken. Weet je wat? Laat ik gewoon even een hele lange bouwsessie doen. En dan laat ik jullie zo meteen zoveel mogelijk zien. Ik wil echt eventjes veel gedaan hebben. Jongens, ik heb me een beetje laten gaan. Ik ben echt... ik heb bijna zo goed als alles gedaan aan de buitenkant. Ik dacht, ik wil er gewoon klaar mee zijn. Ik wil dat interieur een keer gaan doen. En ik wil me gaan focussen op andere dingen. Dus ik heb het complete exterieur. Is dat de complete buitenkant van het kasteel gedaan. Er is twijfel nog over één dingetje. En dat is of ik misschien niet hier nog één hele grote toren in het midden doe. Want dat gaat het denk ik wel echt afmaken. Dan kan ik officieel dit hier ook weghalen. Want ik hoef er niet meer van zo hoog naar te kijken nu telkens. Ik ga jullie even een tour geven. Je hebt natuurlijk nog steeds gewoon de main hall als je hier binnenkomt. Echter kan je hier al gelijk zien. Ik heb in de toren een detail aan de buitenkant gegeven. Dat kan ik het best zo meteen van afstand laten zien. Maar laten we eerst even met de scaffolding hier omhoog gaan. Dan kom je gelijk hier natuurlijk in deze ruimte. Nou, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Dit is ook niet de trap die ik daadwerkelijk ga gebruiken. Dit is gewoon voor nu eventjes. Dan kom je hier in het torentje. Nou, daar kan je omhoog natuurlijk. Dan kom je hier in een overkappingje helemaal terecht. En weet ik veel wat. En dan zie je gewoon de hele tweede verdieping. Dit ziet er zo uit. Nou, op zich bij simpel. Ik dacht, ik wilde niet te veel achterlijke moeite in gaan stoppen en zo. Het is wel echt... Ik vind het zo lijp, jongens. Ik ben er zo tevreden mee. Het is net Hogwarts. Het is net Zwijnstein van Harry Potter gewoon. Dan heb je hier een grote toren waar je in terecht komt. Ja, dan moet ik nog een trappetje omhoog maken natuurlijk. Heb je hier een leuke overkapte ruimte waardoor je gewoon zo naar buiten kan kijken. Een beetje naar daar. Ik zal het zo meteen wel vandaar laten zien. Ziet er een beetje zoals dit uit. Via F5 kan je niet echt heel goed zien natuurlijk nu. Dan loop je door deze kant op en dan kom je hier gewoon weer uit. Nou, heb je een rondje gelopen. Ik ga er wel losse kamers van maken dat het echt nut heeft daadwerkelijk. Daarboven kan je ook nog staan. Alleen besef ik nu dat ik er helemaal geen trap naartoe heb of zo. Althans, ik kan wel even dit doen. Kijk, je kan natuurlijk gewoon hier omhoog. Dan kom je in de torentje hier uit waarvan ik een vergaderruimte ga maken. Ik heb jullie reacties gezien en merendeels wil een vergaderruimte ervan. En kijk, hier heb je ook nog een hele ruimte waar je van alles kan doen. Ik denk dat ik hier een soort dakterras met tuin en gras en weet ik veel wat wil maken. Aangezien je toch een best mooi ruimtetje hebt. En dan kan je hier leuk naar binnen nog. En dan wil ik hier misschien nog een ruimte maken. Geen idee. Dit zou de ingang moeten zijn. Allemaal grootse plannen. Er zijn zoveel verschillende ruimtes, jongens. Hier deze hele toren nog. Waar ik nog van alles mee kan doen. Ik ga het even van bepaalde hoeken aan jullie laten zien. Nou, je hebt het leuk vanaf deze hoek. En het is echt een unit. Wacht, misschien even wat verder. Ja, het is inderdaad echt een unit geworden. Qua achterkant ook die blokken erop. Je hebt echt laag op laag op laag. En dan met torens en weet ik veel wat allemaal. Ik ben er echt heel tevreden mee als ik het zo zie. We zijn inmiddels ook gewoon echt al 4 à 5 uur verder. Sinds dat ik zei dat ik even verder ging bouwen. Ik heb echt even gegrind gewoon. Jongens, van deze kant ben ik er oprecht ook echt tevreden mee. Het ziet er echt leuk uit. Het is een iets simpeler kantje vanaf hier. Maar dat komt omdat het moet niet... Ja, geen idee. Dat is gewoon gebeurd. Ik wil een uitleg geven, maar ja, dat is niet echt nodig. Het ziet er gewoon zo uit van deze kant. En daar ben ik ook echt tevreden mee. Maar die andere kant, die vond ik vooral echt heel mooi. En de voorkant. Die twee kanten zijn echt mijn favoriete kant om van te kijken. Robin, Justin en ik hadden samen echt een heel leuk idee, jongens. We waren zo bezig en zijn ze met hun grote fort bezig en weet ik veel wat. En toen kwamen we erachter. Kijk, je kan de beacon helemaal zien daar. Wij zitten echt dicht bij elkaar. Dus als wij vanaf hier nou een brug daarheen maken en een pad zo door de berg, dan kom je letterlijk in hun grote basis terecht. En dan zouden we niet meer de netherpoorten hoeven te pakken. Maar dan kunnen we gewoon rechtstreeks zo heen en weer lopen. Dat is oprecht echt heel cool als we dat doen. Maar goed, het is mij beloofd dat ik even naar Anne mocht. Even wat XP mocht gaan grinden bij haar skeleton farm. Want volgens mij heeft zij een skeleton farm. En dan kan ik daar eventjes gewoon lekker XP krijgen om mijn armor te gaan upgraden voor de oorlog die morgen gaat komen. Althans, volgens mij komt die morgen. Wow, wat is het hier veranderd, hé? Wat is het lijp hier? Oh my days! Ze bouwen een mega Sphinx. En er staat hier ook echt natuurlijk die andere unit piramide en water eromheen. Oh mijn god, wat zijn ze allemaal aan het bouwen hier in Kingdom Desert, joh. Dit is Kingdom Anoa. Dit is dus het mogelijke kingdom dat ik ga joinen, jongens, met de oorlog. Oh mijn god, ik ben hier al een tijdje niet meer geweest. En ik vind het echt helemaal geweldig hier. Het ziet er zo mooi uit. En als ik mijn calculaties moet kloppen, is ergens als ik dit pad volg richting die Sphinx, kan ik de XP farm vinden. Oh, wat ziet dit er cool uit, hé. Holy crap. Ik ben echt heel erg fan van deze builds hier. Dan moet ik denk ik onder de Sphinx zijn. En daar zou een mogelijke XP farm zijn. Er is alleen nog niet zoveel hier. Nee, ik denk dat dit het is. Dit hokje, sowieso. Kijk, dan springen we hierin. En dan... Ja hoor, kijk.
daar zijn we. Laten we hier heel even AFK staan. Even een beetje XP farmen en dan zijn we zometeen meer dan level 30. Jongens en meisjes, we zijn level 37. We killen deze laatste gang hier eventjes. Oh, en dan zijn we zelfs waarschijnlijk nog 37,5. Ja, 37,5. Ik denk dat we het daadwerkelijk halen. Happatee. Laten we terug omhoog gaan, want ik ben helemaal zat. Ik heb hier echt veel te lang gestaan. Ik heb er echt, ik heb niet tijd bij gehouden. Maar ik heb er echt heel lang gestaan. Hoppakee. Ja, nou, dan gaan we weer terug. Waar moet ik eigenlijk heen? Oh ja, hier. Zo, gaan we terug naar huis. Want nu wil ik even kijken of ik op het winkeleiland wat prachtige boekies kan kopen. Maar ik wil eerst Diamond Armor, Enchanted Fiend, Enchantment Table zelf. Kijken wat ik dan voor loot krijg. Nou, hartstikke leuk. Happatee. Wie is dat? Hallo? Is het Noah? Hallo. 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 Tot ziens. Hallo. Dankjewel, Noah. Laten we dus eerst even mijn gear enchanten. Daarna naar het winkeleiland gaan. Want als ik mijn 37 levels kwijtraak. Oh, dan zwaait er wat, hoor. Maar goed, we gaan een nieuw setje diamond armor maken. Dus een nieuwe boots. Een nieuwe chestplate. En een nieuwe legging. Een nieuwe helm is niet nodig, want die ligt. Oh, mijn god, ik had nog een chestplate. Hier, ik heb ook nog mijn helm. Nou, laten we even kijken wat wij kunnen enchanten. Want ik heb natuurlijk mijn enchantment table hier nog gewoon geen één keer gebruikt. Maar het is eindelijk een keertje tijd. Unbreaking Drift. Vind ik een hele goeie. En wat mijn plan ook is om eerst gewoon even dit te enchanten en daarna extra boekjes erop gaan zetten. Nou, protection, thorns en unbreaking. Dit is gewoon echt top. 1, 2, blast protection, unbreaking. Ja, kan beter. Blast protection en unbreaking. Ja, kan wederom beter. Is niet de beste armor. Maar het is tenminste even keer iets. Nu moet ik er nog allemaal mending op zetten en dat soort troep. Op mijn helm. Skip mijn helm. Die ga ik toch nooit dragen. Kijk, nu zien we er even wat beter uit, jongens. Laten we nu dan ook naar het winkeleiland gaan. Oeh, neem me gelijk even wat hout mee. Want ik heb weer echt heel veel hout. Heb ik nodig voor mijn interieur. Maar ik wil ook wel weer wat in mijn winkel gaan gooien. Zodat mensen het weer kunnen kopen van me. 1, 2, 3, 4, 5 stacks. Gaan we gewoon verkopen. Prima. Ik hoorde ook dat er een nieuw winkeltje is van Kingdom Koud. Dus dat is een sneeuwwinkeltje hoogstwaarschijnlijk. Ik denk dat die gewoon letterlijk sneeuw en ijs verkopen. Simpel. Maar daar komen we maar op één manier achter. En dat is hem zoeken. Ik heb hem namelijk nog geen één keer gezien. Laten we eerst even slapen, want het is donker. Alright. Laten we eerst maar gewoon mijn eigen dingetje even gaan verkopen. Hoppakee. In het water. 1, 2, zo. Oh mijn god, dat is sowieso de nieuwe winkel. Het is helemaal ijs. Er is een lantern. Dat is sowieso het nieuwe winkeltje van Kingdom Koud. 1, 2, 3, 4, 5. Dat zijn weer mogelijk 5 diamonds. Want als het goed is, 1 dia, 1 stack. Mijn totems zijn op natuurlijk. Dat is logisch. En eentje wil ik ook bewaren. Maar laten we even kijken wat ze verkopen. Ik ben wel heel benieuwd. Ze hebben er ook een pad naartoe. Dat is echt nice. Gewoon lekker via het ijs zo. Hoppakee, happatee, happatee, yeet. Nou, zij verkopen packed ijs. 2 diamonds. Oké, prima. Ze verkopen blauw ijs. En ze verkopen powdered snow. Maar dat is op. Wat is dit? Dit is de kassa. Hey, een zombie. Hallo, Stefans. Kusjes, Anne. Oké. Okay. Sneeuw in het algemeen en ijs. Naast ze verkopen letterlijk dus, zoals ik zei, sneeuw en ijs. Maar dat ga ik in de toekomst nodig hebben. Wanneer onze netherportals boven de netherplafond gooien, weet je, boven de bedrock. Dan ga je 100% heel veel ijs nodig hebben. Dus ik denk dat die nog heel even moeten wachten. En dan gaan ze in één keer heel veel money maken. Laten we even kijken bij Kingdom Familie. Wat zij verkopen. Wat het familie of zij iets nuttigs voor me verkopen. Bones, mending. Oh, ze verkopen mending, maar dat is 8 diamonds. Dat is best duur. En voor de rest verkopen ze niet. Echt. Ze verkopen niet echt iets anders nuttigs voor mij. Ik denk dat Kingdom 4 in de winkel to go is op het moment. Dat ik daar gewoon echt even alles moet kopen. Slijmbal 16 voor 1 diamond. Wie verkoopt dit? Wie verkoopt deze simpele... Wie heeft dit simpele winkeltje hier gemaakt? Oké, kom op, kom op, kom op. Enchanted books. Oh mijn god, alles is op. Ze moeten bijvullen. Bijvullen, jongens. Ik ga een slechte review achterlaten. Zo, mijn review is bijgedragen. Review datum. 3 januari 2022. Eerste review van het jaar. Alles is op. Niks is bijgevuld. Helemaal kut. 1 van de 10. Jongens, vul jullie winkel bij. Maar dit is slecht nieuws, jongens. Dit is heel slecht nieuws. Wat moet ik nou? Wat moet ik nou zonder boeken? Aangekomen in Kingdom Forden. Ik ga het zelf wel regelen met hun villages, want ze hebben het blijkbaar niet. Maar ik zie dat daar een arena is gemaakt. En ik denk dat dit een van de mogelijkheden is waar we de oorlog uit kunnen gaan stippelen met elkaar. Ik moet wel zeggen dat het een hele kleine arena is, jongens. Het is een hele kleine arena, dit. Ik had al meer verwacht van deze grote oorlog. Hoe kan ik hier nou beslissen wie de cool is en niet cool is? Huh? Huh? Is dat? Wat? Hoe werkt dat? Huh? Als ik in de buurt kom, gaat er een alarm af. Ze hebben gewoon een alarm. Wauw, wat lijp gedaan. Dan gaat legit een... Ze hebben beveiliging voor hun basis. Elke keer als ik in de buurt kom, gaat er een alarm af. Oh ja, en ze hebben een poort. Die had ik wel al gezien. Hoppakee. Dit vind ik echt heel lijp. En... Hoppakee. Zet het alarm uit. Uit. Hoe doe ik hem uit? Hoe doe ik dit uit? Ik word gek.
Ik weet niet hoe ik hem uitkrijg. Alsjeblieft. Doe, wat is dit? Dit is een discovloer trouwens. Wat lijp. Ze hebben een eigen discovloer, maar ik wil dat alarm uit hebben. Wow, zit het in de muur? Oh, ik heb gewoon naar beneden gegraven. Hier is hij. Hoe zet ik dit uit? Waar gaat dit heen? Redstone systeem, waar leid jij mij naartoe? Hier, dit is hem. Hierboven. Het zit in het huis. Ergens op een houten plankje of zo. Oh mijn god. Ja, daar is hij. Oh, rust. Oh mijn god, wat werd ik gek van die bel. Holy crap. Nou, laten we even kijken of we die villetjes kunnen gebruiken. Sharpness 5, hoe duur is die? 22, weet je wat, dat gaan we kopen en ik betaal alles terug. Unbreaking 3 moet ik eigenlijk ook even twee keer hebben. En ik weet 100% dat ze die verkopen. Dus met sharpness wacht ik nog even met op mijn zwaard zetten. Maar Unbreaking weet ik 100% die zouden ze normaal verkopen in het, op het winkeleiland. Dus als ik die nu gewoon vast haal, ze vast betaalde voor de emeralds en de boeken teruggeef, we good. Oké, prima. Ik heb alles wat ik nodig heb voor nu. Eventjes. En dan ga ik Rick of Bram zometeen naar mijn beest toe vragen. En dan kunnen ze hun betaling ophalen. Alright, ik heb vast een nieuw zwaard gemaakt. Daar kan ik ook een breking op gaan zetten. En dan noemen we het zwaard de Robin Ripper. Wat een kutname. Dat zetten we ook op de Rick Rufter. Zetten we een breking. Hatseflats. Dan zetten we op mijn Justin Jager. Zetten we ook een breking. Dan heb ik nog 12 levels over. Daar wil ik eigenlijk dus fire aspect op mijn zwaard zetten. Maar daar wacht ik nog even mee. En sharpness op mijn zwaard zetten. Daar wacht ik ook nog even mee. Want ik weet niet zeker of zij dit in het winkeleiland willen gaan verkopen. Dus dat vind ik wel zo eerlijk om mee te wachten. Maar wat ik wel vast gewoon ga doen, want boeien, waarom niet? Is mijn chestplate geven een upgrade. Mijn leggings geven een upgrade. En mijn boots geven een upgrade. En nou jongens, we zijn krachtig. We zijn machtig. We hebben netherite armor. Laat ik deze boekjes dan even hier terugstoppen. Vast wat emeralds kweken die ik kan claimen bij Berend. Ik heb namelijk nieuwe emeralds nodig natuurlijk. Goeiedag Berend. Ik hoor dat jij emeralds... Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hoppakee, even 12. 12 emeralds. Voor nu is het even prima. Ben je nou geüpgrade? Wat ga je nou weer verkopen? Oh, hij verkoopt nametags. Oh, ja. Ja. Berend, je verkoopt nametags. Nu kunnen we kwasten stippen naam geven. Ja, dit vind ik echt veel te leuk. Dit vind ik echt heel... Echt veel te leuk. Nu moeten we een beetje gedeeld hebben tot we genoeg emeralds hebben. En daarna kunnen we kwaststip eindelijk een keer een naam geven en in een hokje weer terecht stoppen. Hoi, dat kwast! Ik bedoel vlek! Oh mijn god, ik zei het helemaal verkeerd. Vlek, een stip! Kwast heeft natuurlijk al een naam. Vlek, blijf daar en ik weet dat... Vlek zit daar opgesloten, als jullie het natuurlijk al nog niet door hadden. En stip, die zit al helemaal op een leuke plek. Stip zit hier opgesloten. Of het is andersom, ik ben het helemaal kwijt. Eén van de twee is vlek en één van de twee is stip. Reageer nu in de reacties welke van de twee is wie. Wie zit er vast hoog in het torentje en wie zit er vast tussen het steen? Is dit stip of is dit vlek? Of is dit stip of is dat vlek? Oh ja, en like even. We gaan voor 2000 likes. Like nu de video. Ik moet trouwens deze drie cookportion moet ik even familie noemen, want deze heb ik letterlijk van Ido en Jordi gehad en ik wil die niet ooit een keer per ongeluk op gaan eten. Dus dat is familie. Oh mijn god, kwast was nog gestolen natuurlijk. Nee, kwast was door Justin en door Robin gestolen. Oh mijn god, dan moet ik niet weer helemaal terug. Weet je, dat doen we volgende episode wel. Ik denk dat ik nu wel eigenlijk zo goed als klaar ben voor een goede oorlog. Zien wat golden apples dat die nog gaan helpen. Ik heb genoeg goud, dus en appeltjes heb ik volgens mij ook wel. Ik heb best wel veel bomen gehakt. Dus een appeltje, hey, die, dat is niet zo moeilijk. Die heb ik volgens mij wel genoeg van. Dan kunnen we ook misschien kijken of we binnenkort met het interieur kunnen gaan beginnen. Want dan kan ik een keer gaan verhuizen van het ene kleine torentje lekker hier naartoe. En oh, dat gaat leuk worden, hey, als ik hierin woon. Dat ik daadwerkelijk het kasteel ook echt gebruik. En dan moet ik hier, kan ik ook nog veel meer gaan doen. Misschien wat meer villager hokjes maken. Dat Berend niet meer alleen is. Zullen jou, weet je Berend, ik ga jou gewoon een naam geven vast. Berend, geef mij nog eens wat emeralds. Oh, dat wil je niet, maar kan je me wel al een nametag... Oh, kost het serieus één emerald en kan je me die nou niet gewoon nu geven? Berend, waarom doe je zo moeilijk? Voor wie doe je nou zo moeilijk? Hé, ik heb trouwens een boek en kwil. Ik weet dat hij daarvoor ook een emmerot... Oh, daarvoor krijg ik ook een emmerot. Ja, Berend. Dan heb ik je even uitgespeeld. Oh mijn god, en precies dan. Dan kan hij weer gaan verkopen alsof het niks is. Ja, tuurlijk, Berend. Doe maar weer zo. Hier. Nou, één nametag. Hatseflat. We gaan je Berend de naam geven. Hé, en ik ben ook weer level 16. Nou, dit levelt ook nog eens lekker. Berend. Hoppakee. 1, 2, Berend. Ik vind het zo leuk als we dingen nametags krijgen. Dan klopt het gewoon helemaal voor je gevoel. Oh ja, en jullie moeten even nog iets reageren. Welke kleur vlag willen jullie dat ik wil? Want ik moet op meerdere punten een vlaggen gaan maken. Ik dacht zelf gewoon aan rood met wit. Heel simpel, omdat ik natuurlijk ook paddenstoelen heb waar rood met wit in zit. Dus daar komt het een beetje terug. Merendeels rood, heel klein beetje wit. Maar ja, dat mogen jullie dus lekker gaan bepalen voor me. Mij lijkt rood wel gewoon oprecht een leuke kleur. Weet je, we gaan kwast wel gewoon gelijk ophalen. Want ik vind het niet kunnen dat hij weer weg is. Die rotkwast. Die rotrobin bedoel ik. Kwast, lieve lievertje. Kwast, het spijt me, word alsjeblieft niet boos op me. Het is hier echt mega groot geworden, hè? Ze zijn echt...
krijgt zijn score. Het is Kingdom Koud in één keer gaan groeien. Het wordt alleen maar kouder op de wereld. Maar het leukste van allemaal is, ze hebben een outdated variant van mijn kasteeltje hier staan. Dus ze moeten telkens dit opnieuw gaan aanpassen. Hallo, jullie hebben in één keer huis staan hier en zo. Het ziet er oprecht leuk uit, though. Hallo? Zo zijn ze in het grote ding hier bezig. Oh, ze hebben stambeelden. Koning Koud. Koning Justin, goeiedag. Hallo? Oh mijn god, wat is hier gebeurd? Jezus, wat is het hier groot ineens? Hallo? Hey, gratis klei. Hey, gratis klei. Gratis ijzer. Top, ja. Hey, waar zijn jullie? Hallo. Oh, jullie zijn daar boven. Holy. Kunnen jullie even een torch op jullie hoofd doen? Ik zie jullie niet. Hey, ik moet jullie wat laten zien. Nou, een zadel. Ja, Bobby. Is Chris dood? Ja. Nee! Ja. Hoe kan het dat Chris dood is? Ja, de verdachte gaat weg. Heeft Noah Chris vermoord? Ja. Noah moet dood. Noah gaat dood. Nee! Noah gaat dood. Nee, grapje, nee, grapje. Nee, ik heb maar, ik kwam hier omdat ik hoorde dat kwast weer gestolen is. Althans, ik heb het letterlijk gezien. Robin heeft kwast gestolen. Ja, ik ben geen Robin. Ja, maar waar? Jij moet wel weten waar die is. Ik krijg het zadel terug. Ik krijg hem klaar. Oh, lekker. Kwast is in de jungle, zeg ik. Alweer? Ja. Waarom is hij hier naar de jungle gebracht? Want waarom dat doet hij daar? Waarom is hij altijd naar de jungle? Hé, hey, laat mij hier buiten, oké? Okay? Oh mijn god, weet je, ik ga naar huis. Ik ga naar de jungle. Ik ga kwast halen. Waarom zit kwast daar? Wie heeft hem? Hij zit bij de panda's. Oh mijn god, kwast, kom hier. We gaan er gelijk vandoor. René de Draak? Heel lijp, maar we hebben kwast nodig. Kom hier, kwast. We gaan naar huis. Jij wordt alleen maar gestolen en genakt. Zet ze je weer in het hockey. Had ze flat voor de onnieuwste keer. Hier blijven, hè? Blijf. Weet je, nu ik het zo zie, vind ik het hier eigenlijk nog best een beetje kaal. Ik wil daar eigenlijk nog een overkapping hebben. Laten we dat ook gewoon gelijk maken. Ik bedoel, ik moet toch nog even iets doen. Ik moet wachten op Rick tot hij online is, zodat hij mijn, zodat ik hem kan betalen voor alle dingen die ik eigenlijk van hem gestolen heb. Hey, Rick is er. Rick is er. Ja, dat is top. Rick, ik heb wat voor je. Top, dan komt hij deze kant op. Er moeten trouwens ook nog van allemaal blaadjes en zo doorheen, hè. Er moeten ook nog allemaal boompjes en blaadjes en weet ik veel wat voor natuur er doorheen. Want het is nu natuurlijk heel steen- en houtachtig. En dat gaat dit soort dingen gaan het oplossen. Dat gaat wel leuk worden. Groet, koning Rick. Groet, koning Walnoot. kom binnen. Ik kom binnen. Welkom in het kasteel. Ik heb 3 dingen bij jullie gedaan. Ik had 3 unbreaking, 3 boekjes uit jullie villages gepakt. Wetend dat jullie die gewoon verkopen natuurlijk. Dus ik ben bereid dat gewoon te betalen. Hoe duur is 1 villagerboekje? Hoe duur is 1 unbreaking 3 boekje? Dat weet ik niet. Dan moet ik even naar de shop toe. Oh, Bram God. Heeft de prijzen betaald. Dus laten we zeggen 6 diamonds. Want mijn ding kost ook 6. Oké, okay, ja. Oké, okay, dan heb ik hier voor jou 1, 2, 3. 6 diamonds. Dan verder heb ik hier de boekjes die het gekost heeft. En hier 24 emeralds voor de moeite. Oh, dankjewel. Dan verder heb ik nog deze gekocht. En deze. Maar ik wist niet of jullie die willen verkopen in winkeleiland. Dus ik heb het nog nergens opgezet. Maar ik wil het heel graag kopen, als het ware. Even kijken. Nou, weet je wat? Omdat jij het bent en je nu al deze, tenminste het zo netjes handelt, ja? Denk dat jij deze mag overkopen. Voor? Je mag ze samen overkopen voor 20 diamonds. 20! Samen, hè? Sharp is 5! 18, 18. Oké, 18. Oké, 18, prima. Holy crap, ik ben ook echt blut. Ik heb nog maar 6 diamonds over. Maar, ja, nu kan ik ze gelijk erop zetten. Op de Robin Ripper, sharpness en... De Robin Ripper. En fire aspect. Ja! Nu ben ik sterk. Nou mijn eigen tool. Die heb je al heel lang. Welke? Deze, dat is mijn ex. Die heb ik echt al heel lang naar jou vernoemd. Rick. Huh? Oh, serieus? De Rick Rufter. De Rick Rufter. Ja, oh, en shit. Dit is de Justin Jager. Dit is de Brambreker en de Robin Ripper. Yeah. Cool. Dat is goed toe, hè? Oh. Heb je de allernieuwste music disco gehoord? Nee. Misschien een leuke outro muziekje. Die heb ik. Bij mij thuis op de dansvloer. Ik heb een dansvloer. Dan gaan we erheen. Dan gaan we daar maar outro doen. Dan gaan we daar mijn video afsluiten. Oké, okay, jongens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Er komt zometeen ook een leuke andere video in beeld. Die moet je zeker even bekijken. Veel plezier met kijken naar deze outro die Rick en ik speciaal voor jullie in elkaar hebben gezet. Hij is echt heel simpel waarschijnlijk. Spreek later, glaasje uit. Tot de volgende keer. Doei! Yeah!